Wat? Dit is echt niet normaal. Vandaag nemen wij een kijkje naar mensen die super lang hun adem in kunnen houden. Ik weet zeker dat deze video je echt versteld gaat laten staan. Dus druk zeker alvast op dat duimpje omhoog. En wie weet zorgt dat duimpje omhoog er wel voor dat jij ook superkrachten krijgt waarmee je langer onder water kan blijven. Klik ook op die abonneerknop hier beneden. Ik kan namelijk zien dat er nu 2 mensen aan het kijken zijn die nog niet zijn geabonneerd. Ja, nou, 1 van die 2 mensen, zorg er dan voor dat je nu abonneert op mijn kanaal hier beneden. Ik kijk nu namelijk naar mijn tweede kanaal, dus de kans is groot dat jij nog niet bent geabonneerd. In de eerste video nemen we een kijkje naar iemand die de langste afstand ooit heeft gezwommen onder water op zijn adem. Inderdaad, hij heeft dus zijn eigen adem ingehouden om dit enorme stuk te zwemmen. Ik zou zeggen, neem maar een kijkje. Een kijkje naar iemand met een of andere speciale ziekte. En daardoor kon hij sommige dingen blijkbaar niet doen, maar dit is iets wat hij heel graag wou doen. Hij wou namelijk super, maar ook echt super diep het water induiken. En dat wou hij doen terwijl hij zijn adem inhoudde. En dit is niet zomaar een zwembadje waarin hij gaat duiken. Ik zou zeggen, kijk maar waar je niet induikt, want dit is echt niet normaal. Your eyes adjust and you see where the road is leading. It often leads to a point where you have to take a leap of faith or go back to the box. So you jump. The faith bit is not so much in the leaping. It's in the landing. The space between them can feel forever. But when you land, and you will, you'll learn that the landing teaches you to fly. In de volgende video nemen we een kijkje naar een kind wat ontzettend, maar namelijk echt ontzettend lang haar adem in kan houden. En hoe lang ze dit kan, daar gaan wij nu achter komen. Kijk je naar weer een kind. En dit kind kan ook ontzettend lang haar adem inhouden. Alleen is er wel een dingetje. Dit kind is namelijk jonger en zij kan nog veel langer haar adem inhouden dan het vorige kind. Neem maar een kijkje, want dit gaat je echt versteld laten staan. Wat? Dit is echt niet normaal. In de volgende video nemen we een kijkje naar iemand die meerdere Rubik's Cubes onder water in zijn zwembad gaat oplossen terwijl hij zijn adem inhoudt. Sowieso is je adem super lang inhouden al lastig en is een Rubik's Cube al lastig. Maar die twee combineren, ik ben heel erg benieuwd wat er dan gaat gebeuren.
De volgende video nemen we een kijkje naar iemand die aan een ketting de zee in gaat kruipen. Dit ziet er super raar uit, dus ik zou zeggen, neem maar een kijkje. In de volgende video nemen we weer een kijkje naar iemand die Rubik's Cubes gaat oplossen onder water. Alleen doet deze man er veel, maar dan ook veel meer dan de vorige persoon. Maar gaat dit hem lukken? Daar gaan wij nu achter komen. In de laatste video hebben we een vrouw die voor 4 minuten lang haar adem in kon houden. Dit is echt bizar, dus we gaan er nu een kijkje naar nemen. Maar kijk de mensen, deels van deze video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Bedankt voor het liken. Klik bij een van de 2 video's die jullie hiernaast zijn kunnen zien staan. Klik ook op die abonneerknop. En dan zie ik jullie hopelijk dan weer bij de volgende video. Later.